Yo kijkers van Shadow Games, 23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie episode 11 van onze Bloodstar Defense 5 Challenge. Jawel, twee dubbele cijfers, jee, yeah. ik ben er zo blij mee. Maar goed, even kijken, vandaag is dus episode 11 en uh, wel, we gaan vandaag, jawel, slalom doen. Het is weer een intermediate level jongens, en uh, ja, natuurlijk krijgen we er 30 monkey dollars voor en we gaan uiteraard op easy spelen. Goed, wel, uh, dit level kun je in principe makkelijker verslaan. Door middel van hierboven een uh, mockje apprendus neer te zetten. En hier in de ja, hoeken zeg maar de bochten um, check shooters neer te zetten. Het is zo simpel. En hier kun je een bakken plaatsen. En wat niet kan, jongens. Je kunt geen touws in het bos plaatsen en ook niet in de lucht. Dus ja. Goed. Uh, als eerste, we gaan een uh, apprentice plaatsen. Even kijken, ik uh, plaats hem. Um, denk ik. Ja, we plaatsen hem een hoek. Uh, ik ga hier wel allemaal text shooters plaatsen en zo. En misschien hier een Spark Factory. Moet ik even kijken. Uh, ik zie wel wat ik doe. Even kijken goed. Nou jongens, dus even kijken, hopelijk heb ik de audio kwaliteit nou goed, ik heb hem iets dichter bij dan de vorige keer, want het klopt niet helemaal 100%, dus ik heb hem nu wel wat dichter bij mijn mond staan, dus uh, ja, dit is een stuk beter volgens mij. Even kijken, goed, wel even een matchje kopen, ik wil zo snel mogelijk de lightning bolt ability hebben, want die is gewoon goed, die is gewoon op, Maar goed, even kijken, um, jongens, jongens, Bloemstral Defense 5 dus, ik um, heb al aardig wat episodes gerecord, en... Um... Ja, volgens mij genieten jullie er nog steeds van. En ja, ik hoor jullie wel zeggen van... Ja, maar we willen geen zien en al dat soort games. Ja, dat snap ik allemaal enorm, jongens. Maar ja, ik heb gewoon op dit moment niet zo heel veel tijd vandaag. Ik moet straks naar een feestje toe. Dus ja, ik heb ook niet eeuwig de tijd. Even kijken. Dit gaat niet te goed. Je kan Ik moet al een tech-shooter gaan plaatsen. Nou moet maar dan. Even kijken. Oh ja, je hoeft trouwens geen extra range te geven. Want wel, dat is gewoon pointless. Goed. Wel, um, Goed, even uh, dat kopen. Een faster shooting, uiteraard. Goed, nu is dat tenminste een beetje goed. Um, wat je ook wil doen, is je wilt een glue gunner plaatsen. Uh, gewoon puur voor het feit, wel. Het is gewoon handig. Want, wel, de monkey-up-redders kan inderdaad led balloons uitschakelen. Alleen, het maakt ze niet grager. Dus, ja, en dat doet de glue gunner wel. Dus wat ik doe, is ik plaats daar een glue gunner. Mooi uh, naast de tech-shooter. Even kijken, zo. Uh, dan moet ik even deze kopen. een je glue. Maar ja kun je kunt hier dus bakkeniers in plaatsen. Ik snap het niet, want het is ijs. Dus juist, ja, als wanneer kun je bakkeniers op ijs plaatsen? Um, het kan inderdaad. Ik vind het een beetje falend, maar oké. Okay. Ik ga geen bakkeniers plaatsen, jongens. Um, ik gebruik al een beetje te veel bakkeniers de laatste tijd. Ik gebruik tegenwoordig alleen maar glue gunners, bakkeniers en super monkeys. Ik wil gewoon met een andere toast te werk gaan. Bijvoorbeeld monkey ace. Nee hoor, monkey ace faalt gewoon. Um, ik zeg maar wat. Monkey apprenders ben ik nooit mee aan het werk. Uh, Taxi-hooters ben ik nou mee aan het werk. Uh, Wat we hebben we We hebben de ijstouwen, die is gewoon waardeloos. Uh, herinner ik me nog. Um, uh, um, um, er zijn niet meer towers. Oh ja, de Dartling Gun en de Mordertouw ga ik mee aan het werk. Alleen niet vandaag, want wel vandaag uh, heb ik al een strategie. Dus ja. Goed, um, ik hoop. Wel uiteraard dat het wel een beetje goed gaat vandaag. Dat we niet echt veel levens gaan verliezen. Um, ik kan er niks over vertellen, jongens. Want wel, het is gewoon een beetje pointless om nou te gaan zeggen... Ja, we gaan levens verliezen. Want, ja, dat, dat geeft ons geen goede hoop. En <laughs> daar word ik een beetje verdrietig van. Nee hoor, ik heb er gewoon überhaupt geen zin in om negatief te gaan denken. We gaan gewoon positief denken. Positiviteit voor de win. Even kijken, goed. Um, uh, wel dan, um, we hebben deze op... Ja, die hebben we op strong staan nu. Dat moet voor de ledballons die straks komen. Uh, nog lang niet, maar oké. Okay. <laughs> even kijken. Ik ga wel banana farms plaatsen, jongens. Want um, ik vertrouw het gewoon niet. Even kijken. Ik, wil, ik heb iets van, van. Deze heb ik nodig. Lightning bolts. Want, jongens, ze komen te ver. Ze komen hier al. Dat hoort niet. Helemaal niet, nou, die hebben we ook al drie towers hebben. Wat? Ze komen er zelfs nog voorbij. What? That's not right, dude. Nou, dan moeten we maar even de lightning bolt kopen. Oh mijn stem jongens, het is zo zwaar en zo lelijk vannacht. Mijn excuus. Hopelijk is de commentary nog steeds wel een beetje grappig voor jullie. Maar uh, ja, ik leek gewoon als Morgan Freeman. Dus uh, ja, Morgan Freeman voor de win. Zo'n lightning bot, hè, hè? Maar goed jongens, ik leek echt een beetje als Morgan Freeman. Als ik dus daar heel laag doe. Dus ja, I'm Through the Wormhole met Morgan Freeman. <laughs> Misschien komt het door mijn verkoudheid. Kan ik nog natuurlijk, hè? Goed. goed, ik heb dus een uh, feestje vanavond. We gaan, uh, ja, ik ga zeg maar uit eten bij vrienden van school. Dus ja, dat belooft wel te worden, mijn god. Even kijken, goed. Als jullie dit kijken, dan, ehm, um, uh, not shame on you. Maar, <laughs> misschien wel hoe uitpakt. <laughs> even kijken, mijn klasgenootjes kennen het. Even kijken, uh, goed, goed. farm. Laten we maar even over de game gaan focussen. In plaats van over dat soort onderwerpen te praten. Voor jullie toch dan niet boeit, want wel, het is persoonlijk. En dat boeit jullie, even kijken. Zo. Goed, wel, we hebben een uh, Uno Mas Banana Farm. Jezus Christus. Ik moet wat ondernemen. Ik moet iets van een Spark Factory gaan plaatsen of zo. Uh, ja, oké, okay, dan gaan, gaan we ook maar een Spark Factory. Nou, doen we hem denk ik hier bij de finish. Even kijken. Ah um, oh ja, fuck is, dan bedoel ik hem hier zo. Goed, dan doen we de Spark Factory daar. Hè, hè. Nou, we hebben een uh, samenraapsel van towers. Dus ja, we zullen zien wel hoe dit uitpakt. Even kijken. Nou, zouden houden redelijk staan tegen de hard blues. Ik zeg redelijk. Goed, even kijken. Nog maar even een bananenfram kopen zometeen. Want wel, ik heb meer money nodig. Want ik ga deze uiteraard upgraden en een molap hebben upgrade Want wel, ik zie dit volk niet uh, molap uitschakelen. Even kijken. Goed, ik heb extra van erbij. Hot so Even kijken. Zo. Ook weer van die reclame weg is. Van, hebben we dus een Duttlord of zo. Zo van, uh, Hot so En dan met je met de dagpas zo. Geniaal. Goed, wel dan, even kijken. Oh, dat was ook een reclame, jongens. Dat was met oerbrood. Ik weet niet of jullie dat kennen. En dan uh, zo'n Drentse reclame. En dan, uh, ik ga niet echt nadoen. Want dat klinkt gewoon echt... van minke reclame dat is echt gewoon cool. Maar, maar zoek het even op op Google of YouTube van um, reclame oerbrood. Dat is echt gewoon geniaal. Even kijken. En uh, Burger King had ook zo'n reclame op een gegeven met zo'n ninja Cap. Die was ook zo grappig. En dan uh, daar was er zo'n sensei bij. En die trainde die Cap gewoon in karate en zo. En het was gewoon een geniaal. Want die kip die je trapte zo'n hele tempel in elkaar en zo. Het was echt het meest derpy reclamespotje wat ik ooit heb gezien. Goed. Um, ik wil deze hebben. Fast production. Let's do this. Huppakee. Koop. En wat is dit nou weer? Waarom komen ze in één keer zo ver? Ik heb helemaal niks aan jullie schoots daar zo. Ik moet gewoon mijn, mijn mooie... Ehm, um, tech-shoot. Of nee, uh, spike factor Misschien komt het omdat ik nog een uh, aantal tech-shooters heb. Dus ik ga gewoon beginnen met tech-shooters plaatsen. Ik weet niet wat ik anders moet doen. Even kijken. Even faster shooting. Huppakee. En een uh, tactical dingetje. Oh Mijn jezus. Dus komt het volk ver. Even kijken. Ik moet echt de glue splatter. Nee, ik moet helemaal niks. Ik moet tech-shooters plaatsen. Dat is het enige wat ik moet. Even kijken. Die en die. Zo. En uh, weer eentje in deze hoek. Of, nou ja, bocht is het eigenlijk, hè ik Kijk, ik hoop... Hoppakee. Nou, hopelijk is onze defense nu wat uh, beter geworden. Uh, ik hoop het. We hebben in ieder geval uh, wat meer geupgraded tech-shooters. Dus we zien, we zien wel wat het jongens. We komen nu wel redelijk... Uh, uh, we houden dus nu wel redelijk at base, zal ik maar even zeggen. We houden ze redelijk tegen, dus ja... Ik ga nog wat meer banana farms kopen, want wel, ik heb het geld en het kan gewoon nog wel. Ze komen niet echt super ver. Even kijken, en anders hebben we onze vriend hier beneden nog die is uitschakelt, Dus ja. En farms zijn gewoon enorm handig, want wel, tech shooters zijn goedkoop. En hoe meer geld, hoe meer tech shooters je kunt kopen met meer upgrades. En uh, ja, hoe meer tech shooters, hoe beter in dit level. Goed, wel, oké. Okay, Dat is alweer een geupgraded bananenvorm. Ik koop er even nog een. Gewoon vier farms, niet meer. Ook niet minder, maar uh, ja, we redden ons wel. Op. We rennen ons wel, we rennen ons wel. Goed dan, even kijken. Um, ja, Die zo. Uh, wacht even jongens, ik moet even de mic een beetje... Ja, dit is volgens mij ietsjes beter. Zo, nou dan. Uh, we gaan goed, we gaan uh, redelijk goed morgen, vrienden. <laughs> <laughs> kan ik niet laten, even kijken. Uh, ik moet jou upgraden naar. hub die upgrade. Wat is dit in ieder geval? Even Fast Production, sure, why not? Goed, nu moet ik al mijn Spike Factories gaan upgraden naar Ring of Fire. Of nee, eerst even Glue Garner naar Glue Splatter Update. Zo, nu komen we tenminste ergens. En deze ga ik upgraden naar Dragon's Breath. mijn god. Oké, okay, nou krijgen we last van de. Led Bloods. Oké, okay, wel, die worden mooi uitgeschakeld. Dat is tenminste iets wat positief is hier zo. Uh, wat ik wel ga doen is dit: ik koop een Monkey Village, want ik heb die extra. Uh, damage en zo allemaal nodig. Dus ja, die kopen we. Ja, die zo. Goed. Uh, dit hebben we verder allemaal niet nodig. Uh, we hebben alleen de jungle drums en zo nodig. Dus ja. Goed. Uh, nu moet ik zorgen dat ik uh, deze upgrade voor elkaar krijg Ging of fire. Huppakee. Zo. Heh. He, nou, zo. Nu komen we tenminste ergens. We zijn niet echt super goed van start gegaan. We hebben geen en Dat is toch iets wat positief is. Maar uh, we hadden nooit gezegd dat we masters hierin zijn. Dat is nou ook weer een beetje overdreven. Even kijken, ik krijg wel hele goede comments van jullie, jongens. Of nou, ik krijg wel hele goede comments van, uh, van jullie. Zeggend van: Je hebt goede strategieën en zo. En, en dit en dat. Ja, jongens, ik ben er altijd een al goede geweest. Dus ja, ik probeer niet uh, uh, kakkie of, of douchebaggy te doen of zo. Maar ik ben het gewoon. <laughs> even kijken, goed. Ik wil even deze kant op gereden. Want daar hebben we de um, um, radar scanner En die hebben we heel, 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 heel hard nodig tegen de camos. Dus even kijken. En Wat ik nu ga doen, is ik ga nu voor de Dragon's Breath Ability. Want uh, dat is ongeveer uh, net zo goed als een superman En die zullen we echt nodig hebben. Dus ja, even kijken. Uh, de Tech Shooter doet goed zijn werk. Even kijken welke ronde. Oh, 45. Shit. We moeten zo snel mogelijk de Moab Shedder hebben. Want we krijgen last van moabs. en dat volk dat schakelt geen Mohab uit nu nog niet in ieder geval even kijken zo heb ik een shatter maar <laughs> jezus even kijken nu wil ik deze nog hebben want wel dan krijgen we ook last van LED balloons en dat we die ook maar goed kopen gewoon is gewoon beter oké okay? goed nou kom op heb nou zo Mohab shatter die, dat, dit, dit houdt wel twee mo-ups tegen dat, dat, dat is gewoon zeker goed nu kan ik mij gaan focussen op het upgraden van de Monkey Apprentice naar Dragon's Breath Even kijken. Oh, nou, dan krijg ik wat gecycled. Zie je, het doet gewoon niks. Het doet gewoon helemaal niks. Kijk, het had wat slecht. Nou, 1% damage. Kijk, nu wordt hij gewoon geen instant killed. Nee. Nee. Oh, dat was niet zo heel erg, maar oké. Okay. 46... 40 levens, hell? Wel, that ain't good. Even kijken. Uh, ik moet zo snel mogelijk uh, Dragon's Breath hebben. Even kijken wat ik. God, God zie toch We zijn in een. We are in very, very bad shape. Even kijken zo. Dan moet ik een q gaan upgraden en een more Jezus Christus. Even kijken, die. Ik moet Aceh Moab Shedder hebben. Gewoon Aceh. Dit gaat totaal de verkeerde kant op. Als we twee Moab Shedders hebben, dan is het goed. Maar. Ja, dat is echt. Dus. Oh. Even kijken, ik ga gewoon zo'n fucking ding verkopen, jongens. ik heb er geen, geen reet aan. Zo. Heppakee. Oké, okay, dan kan ik beter gaan voor de Dragon's Breath Ability. Want wel. Dit is, dit is ook point. Dus weg ermee. Heb ik niks aan. Die kopen. Daar hebben we tenminste wat aan. Zo. Nou, ik ga gewoon over die Spark Factory. Ik die dingen zeg gewoon, de beste deal. Even kijken, hup, 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 En die zo. Spark Factory zijn gewoon de beste in Bloodstad Fats 5. Zijn echt de beste towers, vind ik dan. Uh, ik weet het, ik sta uh, vroeg te twijfelen tussen de bakkerneer de Apprentice en de Super Monkey. Maar de Super Monkey is gewoon zo achterhaald en, en de Spike Factory zijn gewoon het beste. Want je kunt met twee Spike kun je alle levels op easy verslaan. Dus met welke tower kun je dat nog meer? Nou, nou, welke tower? mocht jullie mij achterlaten in de comments, want... Dat, dat kan niet, dat is impossible. Goed, drie moab shadows. nou, zo. Kom maar op met je moabs. Oh, nou, ze doen wel lekker veel damage. En nu wordt oh, ze uitgeschakeld. Pieuw, pieuw, als Anders kom niet eens helemaal bij de, bij de laatste um, uh, spark factory. Meer geld. Zo, ik ga in principe niks kopen, want dat is enorm pointless. Even kijken, diktats. tits. Dick tits. Schiet op met meer spikes. Huppakee, meer spikes. Eetje heb goed zo. Nou jongens, uh, jawel. We hebben het level verslagen. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik wil jullie vragen om even een like achter te laten. Even te subscriben. En even een leuke comment achter te laten. En me even te volgen op Twitter. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer Balloonstouder van of 5 Commentaries. Later, mensen.